Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel sluierbewolking over het land, maar de zon schijnt ook nog geregeld. Zeker in de ochtend en in het oosten van het land houdt de zon het ook lang vol. Het is zacht, want vanochtend komen we al in de buurt van de 10 graden op de meeste plaatsen. En vanmiddag gaat het kwikker nog wat verder overheen, 11 tot 14 graden wordt het dan. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is meest matig van kracht langs de kust. Met name op de wallen kan het af en toe vrij krachtig waaien. In de middag zou er in het westen van het land wel een druppeltje motregen kunnen vallen. Maar de hoeveelheden stellen nog niet veel voor, net zoals in de avond, waarin we toch weer wat opklaringen zien en waarin de temperatuur maar heel langzaam gaat dalen. Ook vannacht komt het kwik maar met moeite onder de 10 graden. Morgen wordt het 11 of 12 graden. Het is wat wisselvallig, met in de nacht van het zuidwesten uit al meer bewolking en regen. En die regen trekt overdag over het land. Later in de middag en avond kan het wat opklaren in het zuidwesten van het land. Voor zaterdag staat een rustige weertype op het programma met zonnige periode 8 graden. Ook 8 graden op de zondag en dan is het juist weer zeer wisselvallig. Maandag nog wat regen, temperatuur voorzichtig iets omlaag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.